Hey iedereen van Endgame Kanaal. Ja, we gaan vandaag, tenminste ik ga vandaag Battlefield 3 spelen. Ja, ik zal even mijn naam zeggen, SpaceGameNL. Misschien, nou, dat zegt je waarschijnlijk wel wat. We hebben volgens mij een week geleden, het kan zijn dat het iets langer is, hebben we ook al een gameplay ingezonden, een gasrol. Alleen, het verschil is, dat was op de PlayStation, ja, op de PlayStation 3. Moest even nadenken. En deze is voor de PC. En zoals je dus ook kan zien, de kwaliteit hiervan is 10 keer beter. Want ik heb ook jullie reacties gelezen natuurlijk. En ja, ik moet jullie wel een gedeelte gelijk geven van de kwaliteit is... Godsamme. De kwaliteit is... Ja, gewoon echt enorm laag. Enemy killed. Maar ik ben zelf dus ook gekilled. Ja, het zal wel. Het staat in ieder geval 1 tegen 1. En zoals je kunt zien, heel weinig punten voor mij. En dat komt omdat ik net in deze server ben gekomen. Want ik ben uit die andere gegaan, want die was heel erg klote. Dus dan maar even met deze proberen. Operation Firestorm. Misschien dat dat wat is. Ik weet niet. Ik heb het spel trouwens. Heb ik sinds afgelopen zaterdag. Dus moet je nagaan. Dus niet mij te veel erop afrekenen dat ik niet goed genoeg speel. Ik ben nog in de groei, laat ik het zo zeggen. Alhoewel ik nou al iets van 6, misschien al 7 uur heb gespeeld in. Ja, sinds 2 dagen. In 2 dagen. What the fuck? Maar goed. Is dat veel? Ja, dan vraag ik mezelf ook wel af. Is dat veel? 7 uur. Als je net Battlefield 3 hebt. Ik bedoel, hij is al lang gereleased. Maar het kwam, laat me zeggen, zo. Ik heb pas sinds kort weer een nieuwe PC. En daar een nieuwe PC. Een nieuwe videokaart voor mijn PC. Geheugen uitgebreid. Alles op en eraan. En ja. Doordat ik dat heb, ga ik lekker veel opnemen. Voor SpaceGameNL. En ook voor... Voor één game kanaal en voor dus David Games natuurlijk. Ik bedoel, hoe meer mensen het kunnen zien, hoe beter het is. Niet alleen voor kanaalpromotie, maar gewoon, ik vind het zelf ook gewoon chill. Ik vind bijvoorbeeld als je Battlefield gameplays kijkt. Ja, dit gaat natuurlijk niet opschieten als je geen sniper hebt. Maar ja, ik zit nog pas in level 3, hè, noob. Maar het is een soort piep. Ja, hallo. Zo, hey. Enemy tank. Nothing to do here. Get the fuck out. Ja. Zo. Epische tank die op mij probeert te schieten, maar ik ben hem te snel af. Fuck yeah. Hier zit trouwens ook eentje. Een tegen. Een tegenligger. Geen idee of ik iets mee raak, maar ik heb soms wel eens van die lucky shots. Dat hij hem gewoon raakt als je random ergens een granaat gooit. Zo, en die was dichtbij. Ja, dit is dus een sniper level. Vind ik. Fraps die... Ja. Lagt een beetje, maar goed. Wacht, daar zat er eentje. Ja, het is natuurlijk een zwaar programma. Want die moet er in totaal... Mijn nagende bestanden die zijn al ja, hoeveel eigenlijk? Ik geloof gigabyte of wat zou het zijn? 6, 7 of zo. Dat is, ja, dat is behoorlijk zo. Dat is behoorlijk veel. En dan moet ik dus allemaal nog renderen en dan moet ik allemaal ja, converteren. Om maar eventjes makkelijk te zeggen. En ik ga even deze enemy flag capture. Dan krijg ik ook weer puntjes voor. Ja, wat kan ik eigenlijk nog meer vertellen? Nou ja, jullie weten wie ik ben, SpaceGameNL. De vorige keer hadden we een campaign. Een campaign hadden we ingestuurd van Battlefield 3. En inderdaad, de kwaliteit ervan was minder. En dit is een multiplayer zoals ik al had beloofd. Of, godverdomme, kan ik daar niet eens doorheen? In ieder geval, ik had gezegd... als je wilt dat er een nieuwe multiplayer van het spel komt, dan moet je... Weet ik het, wat zei ik? Thumbs up of zo? Of reactie achterlaten? Ja, het zal in ieder geval wel. Ik heb zin om
Battlefield multiplayer te spelen. Dus ja, waarom dan ook? Dan kan ik een S-goed meteen opnemen, toch? Ik bedoel, als ik er mensen blij mee maak. Hoeveel mensen zit ik hier? Zo. Ik zit hier met Pittig. Ja, je zou zeggen Pittig film, maar ik kan er geen één vinden. Het is helemaal uitgestorven hier. Wacht eens eventjes. Volgens mij heb ik een... Oh fuck, hier zitten ook heel veel mensen. Ze proberen mijn flag te capturen. Those bastards, why are you doing that? Ah, ze zijn dus in de meerderheid. Je zou zeggen dat ze daar zitten. Waarom gaat hij nou opeens een knife pakken? Ik weet eigenlijk ook niet. Wacht. Meestal zie je ze nou meteen wegrennen. Oh. Heel subtiel gaat er daar een of andere helikopter staan. Zo van, fuck it, I am a boss. Als jij mijn flag wil capture, dan ga ik hier met mijn helikopter parkeren en zo. En dat doet hij goed. Ja, eerlijk is eerlijk. God damn it. Ik zie helemaal niks op mijn radar trouwens. Oh, nice. Iemand die gaat ook spelen. Ik zie helemaal niks om raden, maar ze hebben wel mijn flag captured. Hoe dat zo? Leg mij eens uit. Als ik hier naar beneden spring, zou ik dan doodgaan? Nee. Huh. Fuck no. Oef. Ja. Operation Firestorm. Ik speel het eigenlijk... Ja, van de twee dagen dat ik het heb, is het laatste wat ik heb gespeeld Operation Firestorm. De meeste, dat is de metro scene, wat nog meer. Caspian Border. En dan heb je Kirkland, dan weet ik het wat. Grand Bazaar, kan je allemaal kiezen. Maar ik kan me godverdomme hier helemaal niemand vinden, man. Wat is dit? Ik zit hier forever alone. Oh no. Ja, die dag die komt ooit, hè. Dat je zo forever alone bent, dat je zo gewoon helemaal zowat alleen staat in je eigen Call of Duty. In je eigen Battlefield map. En jongen, als die dag is gekomen, hè. Zo. Dat zegt wat, weet je. Dat doet je wel gewoon pijn. Hier, helemaal niemand. Ja, natuurlijk, ik ben level 3, ik heb nog geen sniper, ik ben een noob, ik ben een shizzle en weet ik het wat. Ik kan hier ook niet echt subtiel naar beneden. Oh jawel. Huh, niks gezegd. Maar kijk, bijvoorbeeld waar ik nou mijn muis ga houden. Waar is de muis? Oh nee, dat kan je niet zien. In ieder geval links onderin, dat zie je ook. Normaal heb je het over scores van een paar honderd. En hier komt echt heel weinig verandering in. Volgens mij is dit gewoon een groepje mensen die clans hebben afgesproken. En die zijn nou gewoon aan het eten of zo, weet je. En ja, ik ben natuurlijk forever alone. Ik zit helemaal buiten die clan. En wat gebeurt er dan? Ja, weet ik veel. Ik blijf gewoon nog lekker doorrennen helemaal alleen. In mijn eentje. Als ik nou iemand tegenkom, hè, en ik word door diegene gekild... Dan ga ik echt mijn eigen sok opeten. Oh. That was close. Ik moet niet het onheil over mezelf roepen. Wacht. Hier zit hij. Nou. Dit is natuurlijk weer niet voor mij bestemd. En. Dat was het. Shit, man. Dat was niet best, kan ik je vertellen. In ieder geval. Nou, ik heb in ieder geval wel gewonnen, maar vraag niet op welke manier. Ik heb zowat niks in kunnen brengen. Ja, ik zeg het zelf gewoon. Ik heb eigenlijk helemaal niks kunnen inbrengen. En ik zie nou eens mijn eigen score niet. Oh ja, nou wel. Ik ben heel laat ingekomen, maar ik heb ook gewoon... Jullie zagen het, ik heb gewoon de kans niet gekregen om mensen te killen. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. In ieder geval, de volgende keer komt er een... Ga ik in de server waar ik gewoon veel meer ga killen. Dat beloof ik jullie. Multiplayer van Battlefield... Van SpaceGameNL voor 1 Game Kanaal. Link zal wel ergens in de beschrijving staan. Ik zie wel. Dus dit was SpaceGameNL voor 1 Game Kanaal. Check jullie later.